Hallo allemaal, Nancy Horsten hier van In The Pocket, www.inthepocketdesign.nl. En ik ben hier met deel 2 van mijn December Foundation Pages video. Ik had deel 1 al opgenomen en geüpload. Geüpload, is dat een woord? Ja, volgens mij wel. Alleen toen ik die aan het editen was, kwam ik erachter dat die wel heel erg lang ging duren. Dus toen heb ik besloten om die rond de 30, 35 minuten af te kappen. En dan daarna weer verder te gaan met de rest van de foundation pages. Nou kom ik er alleen achter nu ik deze video aan het editen ben, dat vervolgens deze video ook nog steeds wel erg lang wordt. Ik ben natuurlijk gewoon lang bezig geweest. Ik heb volgens mij 3 sessies gehad voor mijn December Daily. Met allemaal wel een uurtje of 2 uurtjes. Ik denk dat ik in totaal 1 uur of 4 ben bezig geweest met alles wat je me in de vorige video hebt zien doen en hier. Dus dat is best wel lang, maar daarmee heb ik dus wel ook alle basispagina's van december al af. Dus dan ben ik ook echt al een heel eind met heel mijn journaling eigenlijk van december. Want je zult straks zien als het af is dat ik, dat ik echt al bijna klaar ben eigenlijk. Maar goed, wat ik wou zeggen is dat deze video dus vervolgens ook nog best wel lang duurt. Dat zie je aan de lengte van de video. Maar goed, het is natuurlijk aan jullie of dat je vooruit wil spoelen of wat dan ook. Aan het einde van de video doe ik even nog een flip-through waarbij ik ook nog wel wat vertel over de pagina's. Niet zo heel erg veel. Maar goed, als je het leuker vindt om gewoon het eindresultaat te zien, kan dat natuurlijk. Maar voor de rest heb ik wel besloten om deze video niet meer verder in te gaan korten en zo. En ook qua editen is het net zoals bij de vorige video zo dat er af en toe dingetjes in zitten die ik normaal gesproken voor jullie eruit knip. Maar omdat deze video zo uit zoveel kleine onderdelen bestaat, kon mijn videoverwerkingsprogramma het gewoon niet helemaal aan. Ik weet niet waarom niet eigenlijk, want ik heb Adobe Premiere, dus dat is gewoon volgens mij een goed programma. Maar dan gaat het gewoon mis. Dus ik heb nu niet veel risico genomen en gewoon deze video eventjes zoveel mogelijk gelaten zoals het is. Zonder allemaal het in hele kleine stukken op te knippen. En vervolgens heb ik dus de tijd wel versneld. Maal 4 is dit, dus het gaat best snel. Maar goed, dat moet dan ook wel, want anders duurt de video natuurlijk nog langer. Dat is logisch. Nou, ik ga eens kijken of dat ik wat kan vertellen over waar ik mee bezig ben. Ik had in de vorige video met name de basis gemaakt met mijn waterverfsetjes en de stains. De distress stains had ik gebruikt. Nou, en in deze video zie je me met alle andere dingen aan de slag gaan. En dan begin ik, ik ben nog steeds met mixed media bezig. Dat is altijd wel de start van mijn foundation pages, pagina's. Dat zijn dit soort dingen, de sprays en de inkten en dat soort dingen. Daar maak ik achtergronden mee. Dus daar start ik dan ook mee. Deze steen of spray is best al oud, dus die probeer ik even uit. En die ga ik hier overheen sprayen. Wel van een grote afstand, want ik vind met die sprays altijd wel, je moet je altijd wel een beetje oppassen dat je, als je te dichtbij bent, dan krijg je echt in één keer een hele flats op je pagina. En dan, dan ben je eigenlijk al klaar, maar dan wordt de pagina ook gewoon te donker van meestal. Dus ik probeer meestal wel grote afstand te bewaren dat het echt meer inderdaad echt als spray eroverheen valt, zeg maar. Nou, en dan ben ik dus gewoon aan het kijken met alle pagina's die ik ook al gedaan heb. Net zoals deze pagina had ik al met steens wat gedaan. Of met een steen. En dan ga ik vervolgens met die spray overheen. En dan is die pagina weer een stap verder. De stencils heb ik gebruikt. Daar had ik mijn Nuvo Embellishment Mousse voor gebruikt. En ook mijn inkten volgens mij. Of misschien ga ik dat nog doen. Heb ik nu even niet helder of ik dat nou al gemist heb. Mijn stencils gebruik ik in ieder geval meestal met een of andere hoe zeg je dat? Iets 3D, driedimensionaals. Dus een of andere paste of mousse of zo. En die embellishment mousses, die zijn daar wel heel leuk voor. En die gebruik ik ook om, net zoals hier heb ik gewoon op mijn spateltje wat nog over was, heb ik hier uitgesmeerd. Die kun je ook op die manier gewoon goed gebruiken. En dan is de volgende
stap inderdaad volgens mij met mijn inkt verder met de stencils. Dus ik had gewoon, dat had ik volgens mij in de eerste video al verteld, een aantal stencils van tevoren al uitgekozen. Waarvan ik dacht dat ik die misschien kon gebruiken. En nou, die pak ik er dan gewoon bij als ik met die mousses en inkt aan de gang ga. En dan ga ik gewoon weer even pagina voor pagina kijken of dat ik vind dat die pagina nog iets nodig heeft. En wat dan? Dus dan kijk ik welk stencil ik denk dat daarbij past en welke kleur inkt of mousse of paste. En nou ja, dan ga ik gewoon op deze manier weer verder. Ik doe altijd vaak, zoals je ziet, niet overal, want op deze pagina bijvoorbeeld zie je wel dat ik in het midden de mixed media doe, maar ik heel veel de stencils en de stempels, die hou ik vaak in de hoeken, omdat ik ja, altijd een beetje de hoeken decoreer, omdat daar dan verder geen journaling of zo komt. En dan hou ik het midden meestal over voor mijn journaling, alleen net zoals hier, dan zal ik daar overheen moeten schrijven, of als het te donker is, dan moet ik er toch weer iets overheen plakken of zo, waar ik dan vervolgens mijn journaling op kan doen. Daar kom ik altijd wel weer uit. Maar je ziet me wat betreft mijn stencils en stencilingen in ieder geval altijd veel in de hoeken werken. Dus dat doe ik om die reden, omdat er nog journaling bij moet. Nou, dan heb ik weer wat inkt op mijn hoe heet zo'n ding, blending tool zitten. Dus daar doe ik ook af en toe een randje mee, hier en daar, dat ik al een randje beinkt heb. Hier ben ik even aan het nadenken, zo te zien. Wat gaan we doen? Ja, hier mag dus nog wat stenciling bij. Ja, dit zijn de stukken die ik normaal gesproken voor jullie eruit geknipt zou hebben. Dus dan zie je niet, dan ben ik waarschijnlijk even iets pakken. Of ik ben er gewoon even aan het nadenken of zo. Maar goed, dat ging nou even allemaal niet. Ja, ik heb mijn zwarte inkt. Dat zijn allemaal distress inkten die ik daar heb. Een aantal oudere en één distress oxide. Die is een stuk romiger en vetter eigenlijk dan de oude distress inkten. Dus dat werkt op zich wel fijn. Nou ja, dan inderdaad weer een paar randjes. Ik heb die zwarte inkt dan toch op die tool zitten. Dus dat vind ik fijn om daar dan ook gewoon gebruik van te maken. En ik ga zo gewoon, je ziet me ook iedere keer even, oh, hier gebeurt iets. Je ziet me iedere keer even op en neer bladeren weer, omdat ik gewoon echt dus alle pagina's steeds doorga. Om te kijken of, ja, of dat er een bepaalde pagina nog iets nodig heeft. En als ik dan denk, nou, deze pagina bijvoorbeeld hier, denk ik, die kan nog wel wat sterretjes gebruiken. Dan ga ik dat doen. En dan als ik dan toch dat stencil en die inkt heb, dan kijk ik meteen of dat ik denk dat ik dat nog ergens anders toe kan passen. Dus dan ga je echt een beetje batchen eigenlijk, hè, noem je dat dan. Dat je niet één pagina tegelijk maakt en die helemaal klaarmaakt en dan vervolgens de andere pagina gaat maken. Want dan ben je gewoon uiteindelijk veel langer bezig en verspil je ook eigenlijk veel meer materiaal dan wanneer je gewoon echt meerdere pagina's in één keer maakt. Dus vandaar dat ik dat zo altijd wel probeer te doen. En in december is dat gelukkig goed gelukt. Ja, en toen, ja, ik ben vooral nog aan het stencilen. Ik heb nou mijn oxide. Ik weet niet of dat je dat ook ziet, maar die, ja, die werkt wel echt veel heel anders dan de normale distress inkten. Ik vind het wel fijn werken, moet ik zeggen. Dus in de toekomst zal er waarschijnlijk alleen nog maar oxide in mijn webwinkel te vinden zijn en geen niet alle andere distress inkten. Ik had daar sowieso alleen de kleintjes van volgens mij in mijn webwinkel, zeg ik dat goed? Ja. En die zijn er volgens mij ook uit, denk ik eigenlijk. Ik denk niet dat die nog gemaakt worden, eerlijk gezegd. Weet ik niet zeker van de nieuwe kleuren. Hou eventjes even onder voorbehoud wat ik nu zeg. Niet dat ik daar in één keer in de reacties allemaal krijg. Nou, dat is er nog wel. In ieder geval ga ik ze dan niet meer opnieuw bestellen. Want ik doe gewoon de distress oxides. Nou, even kijken. Waar zijn we gebleven? Want we zijn, denk ik, klaar met de stencils. Nee, nog niet. Nee, ik vind dat er hier nog iets bij moet, blijkbaar. Oh ja, ik had die groene inkt ook neergelegd. Ik heb niet zo heel veel groene dingen, omdat ik, ja, groen is normaal gesproken niet echt mijn kleur, geloof ik. Weet ik eigenlijk niet. Ja, misschien wel in de herfst of zo en in de lente misschien ook wel. Ik weet het eigenlijk niet. Maar hier vond ik het in ieder geval lastig, omdat ik natuurlijk voor die kerstpagina's, die printables, dat is allemaal rood-roze. Er zit bijna geen groen in. Maar ik vond wel dat ik met de kerstdagen toch al wat groen toe moest voegen. Dus vandaar dat ik toch nog ook even met die groene inkt aan de slag ga.
En uiteindelijk vind ik het ook wel leuk geworden. Want ik had in die printables ook wel een paar dingetjes met groene bij zitten. Dus. En rood en groen zijn natuurlijk ook wel echte kerstkleuren samen. Dus ik heb de echte kerstdagen volgens mij qua kleuren een beetje traditioneel gehouden. Dus rood en groen. Oh ja, dan ga ik stempelen. Dus nu ben ik klaar met mijn stencils. En dan ga ik stempelen. Ja, ik bouw die pagina's dus echt op door echt met heel veel lagen te werken. Dus dat, ja, dat kun je dus nu goed zien. Daarom wilde ik deze video ook een keer zo voor jullie opnemen. Ja, het was dan uiteindelijk wel 2 video's geworden. En een lange video. Dus laat het me ook vooral weten of dat je dat leuk vindt. Om dat bijvoorbeeld ook voor een andere maand te zien, want in principe is het mijn bedoeling dat ik iedere maand zo werk, dus dat ik altijd eerst mijn basispagina's maak, om van daaruit dus heel fijn en goed bij te kunnen blijven met mijn journaling, omdat die maand dan eigenlijk al zo goed als af is. Lukt me niet altijd, maar als het me wel lukt, dan ben ik wel benieuwd of dat jullie het leuk vinden om dat bijvoorbeeld ook van januari en februari te zien. En als het mij dan lukt, dan kan ik die video ook voor jullie maken. Maar dat betekent dus wel dat wel vrij lange video's zijn. Of dat ik dat dan in 2 delen doe of zo. Dan moeten we dan maar even kijken. Voor nu heb ik het zo aangepakt. Dus laat maar even weten wat je daarvan vindt. En of dat je het ook leuk vindt om dit soort video's meer te zien. Of dat je zegt van nou, doe mij maar gewoon een flip-through van als je klaar bent. En dan vind ik het ook mooi geweest. Of inderdaad gewoon meer een journal with me. Dat ik gewoon 1 of 2 pagina's maak of zo. Maar dat is dus in mijn geval een beetje lastig, omdat ik dan eigenlijk de foundation van die pagina's eigenlijk dan al klaar heb. Dus dan wat je me dat dan nog ziet doen, is waarschijnlijk alleen foto's plakken en journaling schrijven. En ik denk, ja, en wat decoreren natuurlijk met stickertjes en zo. Maar ik weet niet of dat dan zo heel erg leuk is om te zien, omdat ik dan wel de hele achtergrond en alles al klaar heb. Dus dan mis je wel veel van het proces. Maar laat me alsjeblieft weten, zou ik heel fijn vinden, wat je daarin leuk vindt. Dan kan ik daar rekening mee houden. Nou, deze pagina is hier in deze fase echt nog niet mooi, vind ik. Ik vond het al niet mooi met die hoeken. En die kleur beviel me niet zo. Ik dacht, dan ga ik daar gewoon nog even overheen stencilen. Ik denk als ik dat met een andere kleur gedaan had, of bijvoorbeeld gewoon nog met goud eroverheen of zo, dat het wel mooi geworden zou zijn. Maar met zwart, ja, ik hou echt niet van dat zwart met geel, die combinatie. Dus aan het eind ga ik daar nog van alles overheen plakken en zo, geloof ik. Want aan het eind vind ik alle pagina's wel leuk geworden. Of ja, sommige zijn heel mooi geworden, andere iets minder. Dat is logisch. Maar er is geen enkele pagina waarvan ik denk, die vind ik echt niet mooi. En dat denk ik bij deze nu nog wel. Dus er komt nog verandering in. Nou, dan heb ik al mijn rollen washi tape erbij gepakt. Echt veel te veel natuurlijk, zoals je daar ziet. Maar ik had gewoon van tevoren, toen ik mijn kerstkit ging maken, gewoon even alle washi tapejes gepakt. Waarvan ik dacht dat ze misschien leuk zouden kunnen staan. Dus die pak ik erbij. Ik ga nog wel iets doen, zie ik tussendoor. Oh ja, volgens mij ga ik toch eerst met mijn papier aan de gang. Ik dacht, ik ga met mijn washi tape aan de gang. Maar toen bedacht ik me, nee, ik ga eerst mijn papier. Want heel veel van die papieren ga ik scheuren. Dat ga je me zo zien doen. En daarmee ga ik dan ook vervolgens hoeken verder decoreren. En dat hoort van mij echt wel bij de ondergrond van de pagina. Dus als ik dan washi tape ga plakken, dan moet dat daar weer overheen. Dus vandaar dat het voor mij papier de volgende stap is. Dus dan heb ik weer mijn printables erbij gepakt. En dan zie je me nou gewoon scheuren en plakken eigenlijk de komende paar minuten. Hier heb ik die prompts. Ik wilde niet nog hele pagina's gaan vullen daarmee. Ja, dat vond ik een beetje zonde ook, omdat ik natuurlijk de pagina's al helemaal gedecoreerd had. En dan, dat was niet nodig geweest dan, als ik gewoon zo'n hele prompt zou gebruiken. Maar ik vond het wel leuk om nog wat van die journaling ruimte over te laten. Dus vandaar dat ik die prompts ook hier en daar scheur en dan in de hoeken plak, zodat ik daar ook wel mijn journaling op kwijt kan. En voor de rest pak ik uit die pagina's dan nu met name de hoeken. Omdat ik dus niet hele pagina's decoreer. Dat kun je wel doen als je gewoon zo'n A4'tje hebt, zo'n printable. Dan kun je die gewoon in zijn geheel over de pagina heen plakken. En dan heb je gewoon je pagina gedecoreerd. Dan ben je eigenlijk al zo goed als klaar. Dus dat is natuurlijk ook een hele fijne manier om met die printables te werken. Maar in dit geval gebruik ik ze op deze manier. Dus ik scheur en plak om hoeken eigenlijk te decoreren. Af en toe even kijken, want ik heb een aantal van die printables dubbelzijdig geprint. Omdat dan, het zijn ook allemaal oefenpagina's, zoals ik al zei, zitten ertussen. Waarbij ik bijvoorbeeld de scherpte of zo nog niet goed genoeg vond. Dus dan print ik ze zelf om dat uit te proberen. En dan kijk ik even van, nou, moet daar nog iets gewijzigd worden of niet?
voordat ik ze in de Etsy shop zet. Alleen het probleem is met dat dubbelzijdige, want dan printe ik dus weer een ander op de andere kant, omdat ik het anders zonde vind van het papier. Bla bla, ik vind altijd alles zonde natuurlijk. Maar ik plak dan een paar keer, of ik wrijf, nee, wrijf, doe de plak dan een aantal keer op de verkeerde kant van mijn gescheurde stukje. Dus je ziet me een beetje klunzen daarmee in dit deel van de video. Maar goed. Ja, je ziet dat dit echt, ja, ik vind het echt heel fijn werken, die printables. Ik heb daar helemaal mijn, zeg je dat, mijn weg in gevonden. Ik werkte daar helemaal niet veel mee. Natuurlijk wel met mijn eigen printables, maar dat waren vaker dan teksten en inderdaad hartjes en zo. Maar die, ja, die achtergrondpapieren, die zijn ook gewoon heel makkelijk. En ja, ik vind het nou dus leuk dat ik alles op elkaar afgestemd heb. Dus dat ook alles bij elkaar past. Ook dus, ik heb bijvoorbeeld ook hartjes en sterretjes en zo van verschillende collecties of die cijfers dan. Dus ja, ik vind het heel leuk werk. En het was eigenlijk een beetje noodgedwongen, omdat mijn journals zo dik werden, dat ik daar een beetje een oplossing voor zocht. En toen ben ik hier weer opgestuurd en ik ben weer helemaal enthousiast geworden ook over dat stuk digitaal design en mijn Etsy shop. Maar dus ook om dat natuurlijk in mijn eigen journal allemaal te verwerken. En het werkt inderdaad echt, want ja, december is nog lang niet zo dik. Nou moeten er natuurlijk nog foto's bij komen, maar hij is lang niet zo dik als wanneer ik echt met natuurlijk met dikkere materialen aan de slag ga. Nou, dit zijn dan die papieren die ik ook heb van Antique Paperie. Die heb ik, zal ik wel weer even hieronder linken. Dat heb ik in de eerste video ook al gedaan. Die hebben ook heel veel mooie papieren. Nou heb ik deze volgens mij wel, als ik die opgeplakt heb, dat ik denk, meh, vind ik eigenlijk toch niet zo mooi. Ja, dat was inderdaad met deze. Dus die scheur ik er weer af en die plak ik op deze, waar ik hem beter tot zijn recht vind komen qua kleuren. Ja, ik ben wel een beetje, je ziet het niet zo heel goed vind ik. Ik dacht toen ik deze video aan het opnemen was, dacht ik, oh, dit wordt straks echt, iedereen ziet dan echt hoe rommelig en slordig ik te werk ga. Nou heb je af en toe wel gezien, bijvoorbeeld met die embellishment mousse had ik vervolgens mijn hele journal touwtje en aan de zijkant heel de journal ondergesmeerd en zo. En met inkt zie je mijn vlekken en vegen. Ik weet niet in hoeverre dat opvalt. Ik heb het idee dat het wel meevalt, omdat ik hem zo versnel dat je dat dan bijna niet ziet of zo. Maar ik heb in ieder geval altijd als ik bezig ben wel echt het gevoel van, ja, wat ben ik toch rommelig bezig of zo. Maar uiteindelijk in het uiteindelijke resultaat is daar gelukkig niks meer van te zien. Ja, dan is het weer even. Ja, ook hier doe ik dus weer gewoon even alle pagina's langs gaan steeds om te kijken of dat ergens een pagina nog iets nodig heeft. Met die stap waar ik mee bezig ben. Dus als ik denk, nou, deze pagina kan nog wel een papiertje gebruiken, dan pak ik mijn papiertjes er weer even bij en dan kijk ik waar dat die zou kunnen passen. Ik ben trouwens nog wel vergeten om bij 4 en 5 december dat inpakpapier te gebruiken van die van de Sint. Dus daar moet ik wel aan denken op het moment dat ik die pagina's ga invullen, dat ik dan dat papier nog ga gebruiken. Maar ik zag in het uiteindelijke resultaat dat ik daar gelukkig nog wel ruimte voor heb, want op het moment dat ik de video opnam, heb ik er helemaal niet meer aan gedacht dat daar dan ook de Sinterklaasdecoratie nog moest komen. Ja, hier heb ik niet meer zo heel veel over te vertellen dan, merk ik. Want ja, het is gewoon een kwestie van scheuren en plakken. Ik vind dat heerlijk trouwens. Ik kan me ook voorstellen als je dit ziet dat je dan denkt, nou, dat is toch eigenlijk helemaal niet leuk om dat allemaal dan in één keer te doen. Want dan ben je, ja, dan ben je een half uur of zo met hetzelfde bezig. Terwijl als je natuurlijk iedere pagina afzonderlijk zou maken, dan heb je wel in één sessie, zo noem ik het dan altijd maar, creatieve sessie, heb je natuurlijk wel meer, ben je met verschillende dingen bezig. Maar ik vind het juist heerlijk om zo een beetje te batchen, noem ik dat dan altijd maar. En dan, ja, ook het gevoel te hebben dat ik echt snel veel bereik of zo. Want, en ik word daar ook gewoon wel echt heel relaxed van. Gewoon papier scheuren, knippen, gewoon, ja, normaal doe ik dan het papier nog niet zoveel, maar wel die mixed media achtergronden en zo. Ja, ik vind het juist wel heerlijk om dan iedere keer ook weer even alles door te bladeren om te kijken waar ik sta in mijn proces en wat er nog moet gebeuren.
ik hou ervan. En als ik dan zo een plekje over heb, of een stukje over heb, dat zie je me dadelijk met de washi-tape ook doen, dan blader ik weer even verder en dan kijk ik weer even of dat ik dat ergens anders kwijt kan. Ja, en zo bouw je dus eigenlijk toch wel vrij snel, want ik ben toch wel, ik zei al, volgens mij 4 uur of zo bezig geweest, denk ik in totaal. Dat is een pure gok gebaseerd op de lengte van de video's en dan maal de tijd die ik het versneld heb. Ik heb natuurlijk ook nog wel een aantal stukken gewoon gekletst en zo, waarbij ik niet echt bezig was met het decoreren. Dus ik denk ongeveer 4 uur. Dat is best een lange tijd. Maar daarmee heb ik dus wel heel december eigenlijk al zo goed als af. Dus nou ja, dan valt het wel weer mee natuurlijk als je het zo ziet. Ik krijg trouwens wel echt last van mijn stem. Ik weet niet of jullie dat horen, maar ik had al een beetje last van mijn stem. En nou heb ik 2 video's achter elkaar ingesproken waarvan die ook nog allebei erg lang zijn. Dus ik hoop dat mijn stem het nog even trekt tot het einde van deze video. Nou, hier heb ik weer zo'n stukje prompt. This Christmas, daar kan ik dan gewoon, er zitten lijntjes onder. En daar kan ik dan nog wat journaling op kwijt. En dit zijn dus echt de traditionele kleuren van de kerst, rood en groen. En die heb ik dus inderdaad echt rondom de kerst zitten. En dan richting oud en nieuw is het meer een beetje geel-goud. Ja, en dus aan het eind zwart-goud, maar dat gaat nog veranderen omdat ik dat echt niet mooi vind. En dan ga ik nog ook met... Na deze fase ga ik volgens mij eerst met mijn washi tape of eerst met gesso. Want ik ga ook nog een aantal pagina's waarvan ik de achtergronden te donker nog vind, ga ik met gesso nog insmeren. Besmeren, insmeren, ik weet niet. Zodat die iets lichter wordt, zodat ik daar makkelijker mijn journaling op kwijt kan. Nou, hier komt een deel van de oplossing voor deze pagina. Ik heb besluit in ieder geval al de hoeken af te plakken. 2 hoeken volgens mij met dit papier. Of in ieder geval grote delen van die dingen die ik dus niet mooi vind. Dat is natuurlijk ook het makkelijke. En ook prima altijd vind ik met scrapbooking is dat ook zo. En met journaling ook. Je vindt altijd wel weer een oplossing. En als je iets niet mooi vindt, dan plak je er gewoon weer iets overheen. Dus wat dat betreft... stress ik daar ook niet over als ik iets niet mooi vind. Alleen dan is het wel even zoeken van wat dan wel. Wat ga ik dan wel doen? Nou, we gaan maar even bladeren. Volgens mij ben ik nou met mijn papier een heel eind. Ik vind het toch ook wel leuk om te zien in zo'n video dat je het ook echt op ziet bouwen. Normaal neem ik dit natuurlijk niet op, omdat ik hier geen video's van maak. Dus dat vind ik ook wel leuk om te zien. Oh ja, ik ga dus eerst met mijn gesso aan de gang. Ik weet nooit gesso of gesso, maar ik zeg toch maar gesso. Iedereen zegt dat anders volgens mij. Gesso dus. En dat is gewoon om het een beetje lichter en matter te maken. Waardoor het iets meer een achtergrond wordt. En dat doe ik eigenlijk alleen maar als ik het de achtergrond niet heel mooi vind. Of te donker. Het is natuurlijk wel zo met waterverf, dat reageert weer op water. Dus dan zie je wel af en toe dat de kleuren wat in elkaar gaan overlopen. Maar dat vind ik dan ook prima, want dat zorgt er juist voor dat de hele achtergrond wat meer naar de achtergrond gaat. Kijk, met deze pagina was dat bijvoorbeeld ook nodig. Ik vond het op zich wel leuk met die stippen, maar ik had niet zo heel veel zin om met mijn journaling daar allemaal langs heen te gaan schrijven of zo. Dus dan besluit ik hem toch maar heel erg een stuk lichter te maken. En omdat ik al vrij snel merk dat het allemaal in elkaar overloopt, ga ik gewoon met de flow mee en ga ik dat juist helemaal doen. Waardoor de achtergrond meer een beetje rozig wordt eigenlijk. En het dus allemaal meer naar de achtergrond gaat. En het lijkt nou op video nog vrij donker, maar met die gesso droogt het toch nog wel iets lichter op. En is het in ieder geval licht genoeg dat ik er gewoon overheen kan journalen. En dat is natuurlijk mijn doel uiteindelijk. Want anders moet ik echt overal weer dingen overheen gaan plakken. Maar ja, dat is een beetje zonde van de achtergrond die je dan vervolgens niet meer ziet. Deze achtergrond vond ik vooral niet zo heel mooi met die cirkels en zo. Dus die ga ik gewoon iets meer naar de achtergrond brengen op deze manier.
En dan vind ik hem ook ja, wel prima eigenlijk. Hij wordt nog beter straks, want er komt volgens mij ook nog washi tape en zo bij. Even feunen natuurlijk. Ja, deze is ook een beetje te donker. Die besluit ik volgens mij met een spateltje te doen. Ja. En dat doe ik eigenlijk omdat ik dus als ik die kwast... Die kwast is natuurlijk ook nat en daarmee wrijf je het echt helemaal uit. Daarmee heb je sneller kansen dat die waterverf weer in elkaar gaat blenden, zoals ik net zei. Maar deze achtergrond vond ik juist wel heel mooi, omdat ik daar die packaging techniek heb toegepast. Dus die vond ik wel heel leuk, alleen gewoon iets te donker. Dus ik wilde hem wel iets lichter maken, maar niet dat het helemaal anders zou worden. Dus vandaar dat ik dat op die manier met dat spateltje deed. Nou, deze achtergrond vond ik echt niet mooi, dus die ga ik helemaal naar de achtergrond brengen. En dan, dan wordt die gewoon een stuk lichter en dan is het gewoon, vind ik het in ieder geval meteen een heel ander effect geven. Dus dat was die stap. Het is echt stap voor stap. Ja, en dan ga ik dus met mijn washi tape aan de gang. En ik heb dus heel veel washi tapejes al uitgezocht van tevoren. Waarvan ik dacht, die zouden leuk kunnen zijn. Oh, ik heb ook mijn doilies nog natuurlijk. Oh ja, mijn doilies en mijn lint. En hoe noemen we dat? Ja, lint, denk ik. Ja, lint en... ik zoek een ander woord, maar kan er niet opkomen. Nou goed, maakt niet uit. In ieder geval hoort dat in deze fase een beetje. Dat is eigenlijk volgens mij de laatste fase van decoreren. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Washi tape, doilies en lint en zo. Omdat ik lees en ik zoek een ander woord. Maakt niet uit. Omdat ik daar ook... Nou, washi tape is gewoon sowieso qua aankleding nog leuk om erbij te doen. In de hoeken en zo ook. En die doilies en zo, dat zijn ook wel dingen waar ik... Als ik in de waan van de dag of in de waan van de maand eigenlijk bezig ben met mijn journaling, dan vergeet ik heel vaak om dingen te gebruiken. Dus als ik wil bijvoorbeeld vaker doilies gebruiken in mijn journals. Maar ja, als ik dan een beetje achterloop of zo en ik moet snel of wil snel een paar pagina's maken, dan ga ik er echt niet aan denken van, oh ja, ik wilde eigenlijk nog een journal toevoegen. Of een doily toevoegen. Dus vandaar dat ik in deze fase dan, want als ik bezig ben met die foundation pages en ik heb gewoon alles om me heen liggen, dan ja, is die kans veel groter dat ik het dus wel gebruik. Dus dan voeg ik alvast wat dingen toe. Dan zit het er in ieder geval alvast in en dan ben ik er blij mee dat er ook van dat soort dingen in mijn journal zitten. Want ik vind het wel leuk om ook wat structuur in mijn journals aan te brengen. Bijvoorbeeld, ja, dus inderdaad met die doilies en en dat lint en zo. Dus vandaar dat die er liggen. En dan heb ik met mijn washi tapejes ga ik van breed naar smal. Dus ik heb een aantal brede washi tapejes. Die gebruik ik eerst. Ik gebruik bijna nooit gewoon een washi tape helemaal. Hoe zeg je dat? Ja, zoals het bedoeld is eigenlijk. Ik scheur ze eigenlijk bijna altijd door midden. En zeker met die brede washi tapejes. Maar ook met de iets smallere washi tapejes doe ik dat vaak nog. Omdat ik het een heel leuk effect geven als dan die washi tapejes zo een beetje gescheurd zijn. Dus dat zie je me nu doen. Ik ga gewoon steeds weer van voor naar achter met mijn washi tapejes. En ik kijk waar dat ik ergens een stukje kwijt kan. Dat ik vind dat het dat wel kan gebruiken, die kleur of dat patroon of wat dan ook. Ja, ik ga dus weer vooral in de randen en de hoeken werken, omdat ik natuurlijk het midden vrij wil houden voor mijn journaling en mijn foto's. Hoewel mijn foto's, die plak ik ook wel in de hoeken trouwens hoor. Dus het kan zijn dat ik dat wat over dingen heen plak die ik nou gedecoreerd heb. Maar dan is dat meer ook als achtergrond prima natuurlijk. Maar mijn journaling, die komt eigenlijk altijd wel in het midden van de pagina. Ja, je ziet op deze manier dat het gewoon heel snel gaat. Als je dit echt per pagina zou doen en je zou al deze washi tapejes... Ja, dan moet je heel je washi tapejes weer langs. En dan moet je... Ik denk dat je dan misschien minder daar gebruik van maakt. Of dat je dus veel langer bezig bent. Maar omdat ik op deze manier gewoon al die pagina's in één keer onder de loep neem... En kijk wat die pagina nog kan gebruiken. Ja, dan heb je echt heel snel een aantal pagina's gedecoreerd. De laatste pagina doe ik trouwens. Dat maak ik een washi tape, hoe noemen we dat? Collage. Dus die ga ik gewoon helemaal beplakken met de washi tape. En dan komt dan waarschijnlijk nog iets van een spreuk op of zo. Van die end of weet ik het. Dat doe ik dan meestal als allerlaatste nog. Maar ik plak er alvast wel wat stukjes washi tape. Zodat ik daar ook al een start heb gemaakt.
En als ik dan nou toch een stukje over heb of zo, dan kan ik die daar meteen kwijt. Ja, en ook hierbij weer, ik kan me voorstellen dat je dit kijkt en dat je denkt, nou, hier is toch niks aan. Gewoon een kwartier lang washi-tape plakken. Maar zoals ik al zei, ja, ik vind dat gewoon heerlijk. Ik vind het ook gewoon echt heel leuk om op zoveel pagina's tegelijk bezig te zijn. En zoals ik al zei, lukt me dat niet altijd hoor. Want ik heb gewoon niet altijd tijd om aan het begin van de maand. Of eigenlijk zou ik dat dan al aan het einde van de vorige maand willen doen. Om dan ja, 4 uur dus ongeveer daar tijd voor te reserveren. Maar dit is wel de manier waarop ik het liefst altijd zou werken, geloof ik. Nu in ieder geval. Dat kan ook nog weer veranderen in de tijd. Maar ik merk wel dat ik het echt heel fijn vind dat ik gewoon heel december al helemaal klaar heb liggen wat betreft achtergronden en zo. Het wordt wel een uitdaging met de verdeling van de dagen. Want dat is natuurlijk wel het voordeel. Als je gewoon niet in het vooruit werkt, dan heb je gewoon, dan weet je gewoon, nou, ik moet gisteren moet ik gaan, wil ik gaan vastleggen. Ik heb zoveel foto's. Ik heb die journaling. En die kleuren passen daar zo'n beetje bij. Dus je kunt veel beter je pagina, zeg maar, aanpassen, je achtergrond en de hoeveelheid ruimte die je reserveert aan het daadwerkelijke aantal foto's dat je ook hebt. Maar ja, omdat ik in december natuurlijk toch niet zo heel veel ruimte heb en ik ook wel gewoon, ja, ook wel besloten heb dat ik dat voor de andere maanden dus ook niet meer heb, omdat ik in het begin van dit jaar dus echt, of van ik to begin van deze journal eigenlijk, te veel ruimte heb genomen met mijn dagen. Denk ik, ja, dan moet ik het gewoon zo eigenlijk doen. Dan heb je gewoon een gekaderde ruimte en daar moet je het gewoon in doen. En als je dan inderdaad heel veel foto's hebt, dan moet je gewoon een beetje creatief daarmee omgaan. Dat kan natuurlijk ook door nog een flipje toe te voegen of wat dan ook. Dus ik kan zoveel foto's als ik wil kwijt op een pagina. Alleen het risico is dan dat de pagina weer dik wordt, wat ik nu natuurlijk wil voorkomen. Dus dat wordt gewoon creatief met foto's en gewoon niet alle foto's die ik maak op willen plakken, want daar zit het bij mij ook al vaak in. Nou, wat ga ik dan doen? Ik heb hier, ja, ik noem het dus lint, lace. Ja, in het Engels is het lace, maar is dat dan lint? Ik weet het even niet. Ik zoek een ander Nederlands woord volgens mij waar ik dus gewoon niet op kan komen. Ja, dit zou ik dus wel eerder lint noemen, inderdaad. Die heb ik al heel lang in mijn stash liggen. Ik dacht eigenlijk dat ik die niet meer echt zou gaan gebruiken. Of ik weet niet wat ik ervan dacht. Maar ik vond het wel leuk om die nu toe te voegen. Omdat die natuurlijk met dat goud wel echt past bij de kerst. Dus ik plak daar gewoon een dubbelzijdige tape achter. En dan kan ik die zo dadelijk vastplakken. Ik besluit er ook nog een doily onder te doen. En ik heb meestal als ik een doily gebruik, dan laat ik die meestal zo een deel ergens over de rand vallen. En dan kan ik het zo aan de andere kant, kan ik het andere stukje opplakken. Ja, en hier dus de dubbelzijdige tape en het lint. Die gebruik ik niet zo heel veel, omdat deze ook een beetje dikker is. Want daar zit iets van. Hoe noemen we dat nou weer? Ik kom niet meer zo heel goed op mijn woorden. In dat lint zit iets van ijzerdraad of zo. Die kun je echt een beetje buigen. Dus dat is echt denk ik om juist om strikken te maken of zo. Voor om een bloemstuk heen of zo. Dat je het echt er dus een mooie strik van kan maken. Die vervolgens ook blijft staan. Maar in een journal, of in ieder geval in mijn dikke journal, is het niet zo heel erg handig. Omdat ik niet zo heel veel ruimte heb voor dingen die voor dikte zorgen. Maar ik vond het wel leuk om hem daar toe te voegen. Nou, dan heb ik deze. Dus een soort van ja, jute-achtige band of zo. Maar wel met gouden glitters erin. Geen idee waar ik die ooit vandaan heb. Die heb ik ook echt al heel lang. Maar die vond ik ook wel leuk om toe te voegen. En dat is dus van dit soort dingen. Als je dus echt een kit maakt. Ik had dus nu echt een december kit gemaakt. Waarbij ik echt even heel mijn stash door ben gegaan. En alles in een bak heb gepleurd eigenlijk. Waarvan ik dacht, nou, dit kan ik misschien wel gebruiken. Als je dan vervolgens aan de slag gaat met je pagina's, dan ligt dat dus al in die bak en dan gebruik je het ook. En als ik dat niet doe, ik tenminste dan, en ik ben zo druk bezig met alles, dan op dat moment denk ik er niet meer aan om dan nog eens even in mijn stash te kijken of dat ik misschien nog iets zie. Dus wat dat betreft is het wel echt een tip om echt per maand, als je dus ook zo per maand wil decoreren, maar dat kan natuurlijk ook als je gewoon scrapbook pagina's maakt of zo, dat je dan
voor een periode een kit maakt, dat je dan dat je echt met kits werkt uit je stash of met kits die gewoon kant en klaar al door fabrikanten gemaakt zijn natuurlijk, net zoals Simple Stories. Ja, die hebben gewoon hele makkelijke kits. Maar goed, dat is eigenlijk niet wat ik wilde zeggen hiermee. Ik wilde eigenlijk zeggen dat je dan juist inderdaad ook dingen gebruikt die je misschien normaal gesproken niet zo snel gebruikt. Daar ging het over. Oh ja, deze. Ja, dat is datzelfde stukje jute. En ik vind het leuk om een tapje toe te voegen aan het begin van de kerstdagen. Zodat er ook echt een tapje zit eigenlijk in mijn journal. Die je vervolgens, als het journal dicht zit, dan zie je die goed. Dat is dan eigenlijk de start van de daadwerkelijke kerstdagen. En dat vond ik wel leuk. Dus die had ik ook kunnen nieten. Daar twijfelde ik ook wel aan. Maar ik dacht, ik doe het maar gewoon zo. Nou, dan heb ik mijn Mod Podge. En die heb ik in heel veel verschillende vormen en maten. Nou, eigenlijk niet in verschillende vormen en maten, maar wel verschillende soorten. En dit is Extreme Glitter, heet deze. Dus het woord zegt het al. Dit is gewoon een Mod Podge, dus je kunt er ook gewoon mee lijmen, collages maken en dergelijke. Ja, ik probeer het hier te laten zien. Volgens mij lukt dat niet echt. Je kunt het gewoon gebruiken zoals je Mod Podge normaal gesproken gebruikt. Ik gebruik het over het algemeen voor collages te maken. Of om bijvoorbeeld, als ik zo'n pagina heb gemaakt met die washi tape, om dat even allemaal gewoon goed te sealen, zeg maar. Maar hier gebruik ik het eigenlijk met name gewoon als decoratie. Omdat het dus die extreme glitters in zich heeft. En daardoor, ik vind glitters sowieso leuk. Maar zeker natuurlijk in de decembermaand. Dus die ga ik gewoon hier en daar een beetje toevoegen. En je ziet dat niet heel erg op video. Dat had ik al. Dat was ik al bang voor. Ja, een beetje ook wel. Zit trouwens daar links. Maar in het echt zie je dat echt heel goed. Dus ik doe dat zo mooi een beetje op de hoekjes. Want het is niet heel handig als je daar vervolgens overheen moet schrijven of zo. Dus daar moet je wel een beetje oppassen. Maar zo in de hoekjes waarvan ik weet dat ik er toch niet meer overheen ga schrijven. Geeft het wel een heel leuk effect dat die glitters daar zo uitspringen. Dus dat laat ik her en der gedurende de maand terugkomen. Natuurlijk iedere keer wel weer even drogen. Hier zit ik nog steeds met die afschuwelijke pagina. Ik vind het in ieder geval die mooi. Als je van die combinatie zwart met geel houdt, dan kan ik me voorstellen dat het best prima is. Maar op de een of andere manier vind ik het echt niet mooi geworden. Dus die ga ik ook, zie je me ook steeds verder aankleden totdat je er eigenlijk bijna niks meer van ziet. Maar we zijn er bijna, geloof ik. Want ik ben op. Ik kan het in mijn programma nooit zo goed zien. Maar volgens mij zitten we bijna op 40 minuten. En aan het einde laat ik dus nog even de hele. Alle pagina's achter elkaar zien. En vertel ik daar ook nog iets over. Dus dat duurt ook nog zo'n minuut of 5. Dus ik ben volgens mij bijna klaar met het daadwerkelijke decoreren van alle pagina's. En dat is maar goed ook, want mijn stem gaat het echt begeven. En ik denk dat jullie ook wel een beetje klaar zijn met kijken. Althans, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar meestal is het niet zo heel leuk om hele lange video's te kijken, volgens mij. Maar goed, dat is dan nu even, omdat het de December Daily is. Ja, dan heb ik nog mijn smalle washi-tapejes. Dus die ga ik ook nog her en der toevoegen. Niet zo heel veel meer volgens mij, want ik heel veel pagina's die zijn eigenlijk toch al wel een heel eind qua decoratie. Dus het is echt nog af en toe een puntje op de i. En ik kan natuurlijk als ik straks daadwerkelijk ga de pagina's daadwerkelijk ga invullen met mijn foto's en mijn journaling. En ik zie ergens nog een leeg plekje. Nou ja, veel lege plekjes zal ik niet meer zien, maar een plekje wat nog iets kan gebruiken. Dan kan dat natuurlijk altijd nog. Dus die kit die laat ik ook gewoon naast me staan als ik straks aan de gang ga. En dan kan ik gewoon dezelfde materialen blijven gebruiken voor de verdere decoratie en het daadwerkelijk afmaken van de pagina. Maar daarvoor moet ik toch eerst mijn foto's en mijn journaling hebben, want anders weet ik niet hoeveel ruimte ik heb. Ja, deze pagina mocht voor mij, daar plak ik wel echt een beetje over de sterren heen volgens mij. Of is dat deze pagina nog niet? Wel, ik vond deze pagina een beetje te druk. Maar ja, dat komt altijd wel weer goed, ook met de foto's en
ja, wat je, als je het daadwerkelijk afmaakt, dan komt het altijd wel weer in orde. Dus ook al is een pagina dan nu misschien nog een beetje te druk, of juist niet, misschien nog een beetje te kaal, dat wordt dan wel weer in orde gemaakt op het moment dat je er echt mee aan de slag gaat. Hier heb ik echte Simple Stories kersttape. Dus die moest natuurlijk sowieso ergens terugkomen. Die doe ik zoveel mogelijk rondom de kerst, omdat die traditionele kleuren heeft, rood en groen. Oh ja, hier ga ik, dat is het ja, met die tape, met die teksten. Dan plak ik gewoon lekker veel even hier overheen vast. Dan ben ik in ieder geval alvast weer een deel van mijn achtergrond kwijt die ik niet mooi vond. Zo begint het toch wat te worden met die pagina. Wat ga ik nu doen? Oh, dat was mijn washi tape sessie. Daar ben ik voor nu mee klaar. En dan ga ik dus mijn nummers, cijfers, dag, data toevoegen. Alleen dat ga ik even een stukje laten zien aan jullie, een aantal pagina's. Maar dat is vooral veel knippen en plakken weer natuurlijk. Maar het leek me ook niet zo heel interessant voor jullie om dat helemaal te zien. Dus dat ga ik even laten zien. Dit zijn trouwens die grotere nieuwe cijfers van de nieuwste kerstcollectie die ik in de Etsy shop heb gezet. Daar heb ik een iets groter formaat cijfers. Ik heb allemaal verschillende formaten. En die andere kerst die was iets kleiner en deze zit een beetje tussenin. Ik heb ook van een andere collectie hele grote cijfers, maar die vullen bijna de hele pagina. Dus die zijn op zich wel leuk hoor, als je niet zoveel te journalen hebt. Maar hier had ik natuurlijk wel iets meer ruimte nodig, dus ik vond dit wel een leuk formaatje. En die past dus helemaal bij die achtergrondpapieren ook en zo. Dus dat wordt wel echt mooi één geheel. En daar plak ik dan ook de dagen bij. Dat doe ik eigenlijk ook overal. Ik heb dat ook niet altijd gedaan in mijn journals, dat ik ook de dagen overal bij deed. Dan deed ik gewoon alleen de data, zeg maar. Dus het cijfer 1, 2, 3 december, maar dan niet de dag erbij. Maar ik moet zeggen dat ik dat toch wel fijn vind. Zeker als ik bezig ben met het vullen van die journals, dan vind ik het wel heel fijn om ook te zien welke dag het was. Want dan heb ik gewoon veel meer overzicht of zo van, oh ja, waar ben ik ook alweer gebleven? En waar hoort deze foto bij? En waar hoort deze foto bij? Dan zegt de dag mij vaak toch iets meer dan alleen de datum. Dus dat doe ik ook overal, maar dat zie je me nou dus niet allemaal doen. Want dat zie je daar in de uiteindelijke flipped room. Ik laat alleen eventjes de verschillende dingetjes zien. Want ik heb dus deze rondjes als data ook. Ja, dat is gewoon echt een kwestie van het rondje knippen en opplakken. En daar plak ik dan ook nog wel iets van een dag bij. Maar die heb ik ook in verschillende vormen volgens mij. Dus die dan doe ik dan toch overal een beetje anders. Je kunt er ook voor kiezen om dat overal hetzelfde te doen. Dat is natuurlijk ook mooi. Alleen ik heb ervoor gekozen om het overal juist een beetje anders te doen om die afwisseling erin te houden. En ik wil gewoon al mijn materialen ook gebruiken. Dat zit er ook bij, denk ik. Oh ja, hier ben ik met die. Ik heb die grote woorden, die ben ik eigenlijk vergeten. Die wilde ik ook al in de achtergrond verwerken her en der, zodat ik die zeker niet zou vergeten. Maar ik ben het wel vergeten. Maar ja, hier dacht ik, ja, misschien hier, maar ik ga ze gewoon in mijn kit laten en ik ga er gewoon vanuit dat ik er nog wel aan denk. Want daar heb ik toch wel echt even voor nodig dat ik weet welke foto's en journaling erbij hoort. Om te weten of dat het woord er dan wel of niet bij past. Dus daar wacht ik gewoon even mee en dan hoop ik dat ik er in een later stadium aan denk. Want ik vind die wel echt heel gaaf, die grote woorden. Oh ja, hier plak ik die vlaggetjes. Dus ik heb gewoon die woordlabeltjes met de dagen en ik heb deze vlaggetjes. En die vlaggetjes die heb ik ook zo van de zijkant. Die ga ik nou bij de achterop plakken. Zodat je eigenlijk ook aan de rechterkant fijn een vlaggetje kunt plakken. Nou, en dan zijn we bijna aan het eind. Behalve dan dat ik daar de fliptrue nog laat zien. Maar daarbij ga ik weer even live met jullie praten. Dus ik ga in ieder geval wat betreft de voice-over alvast even afscheid van jullie nemen. Omdat we bijna klaar zijn met dat stuk. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden om dit zo allemaal te zien. Zoals ik al zei, laat het me weten wat je ervan vindt. En of dat je het leuk vindt om dit van meerdere maanden zo te zien. Of dat je zegt, nee, het moet echt korter of wat dan ook. Of splits het dan in meer video's. Geef me tips, adviezen. Ik hoor het heel graag. En veel plezier dadelijk dan ook eventjes met de snelle flip-through. En dan heel graag weer tot de volgende video en de volgende voice-over. Doei!
Zo, ik heb dus een aantal sessies gehad en ik ben nu klaar met mijn foundation pages voor mijn December dailies. Ik wil dat nog even laten zien. Ik had, zoals ik al zei, jullie eventjes op stop gezet, want al het knippen en zo van die nummers, dat vond ik niet zo heel interessant, denk ik, voor jullie. Maar ik ga het wel even laten zien in de flip-through. En deze pagina heb ik dan nog niet helemaal af, maar dat is ook een kwestie van gewoon allemaal washi-tapejes plakken. Dus dat leek me ook niet zo heel interessant om dat nog aan jullie helemaal te laten zien. Dus ik ga er even snel doorheen en een beetje inzoomen. Misschien dat ik ook nog een aparte flip-through ga maken. Gewoon, maar dat denk ik niet. Ik denk dat ik gewoon een flip-through doe als ik helemaal klaar ben. Dus als ik alles inderdaad ook ingevuld heb en verder gedecoreerd. Dus dit is gewoon nog even zo snel de flip-through van de foundation pages. Zodat jullie ook zien hoe dat het eruit ziet met alle nummers en dagen erbij. En dan ben ik klaar. Hier heb ik mijn grote nummers gebruikt. Super gaaf. Ik heb overal het nummer en de dag bijgezet. Dat vind ik altijd wel fijn om te zien welke dag het is voor het overzicht. Het gaat wel een uitdaging worden met de ruimte die ik heb. Want vaak heb ik dus eigenlijk een hele pagina voor een dag. Tenminste, dat had ik in het begin van deze journal. En nu moet ik er drie hebben op drie op twee dagen. Dus dat wordt wel een enigszins een uitdaging. Maar we gaan ons best doen. Oh, volgens mij sla ik er één over. Ja. Ik vind het nu echt al heel leuk geworden. Ik heb echt zin om hier mijn journaling en mijn foto's bij te gaan doen. En dan, eigenlijk ben ik nou al zo goed als klaar natuurlijk. Want als ik hier een paar foto's bij plak en bij journal en misschien hier en daar nog wat decoreer met alle dingetjes die ik in mijn bakje heb zitten. Dan ben ik echt zo klaar. Dus die foundation pages, dat is al even veel werk. Ik heb het nou volgens mij in 3 sessies of zo ook gedaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe lang deze video uiteindelijk gaat worden. Ik ben bang best wel lang. Maar dit is dus wel hoe dat ik normaal gesproken ook probeer te werken in mijn andere maanden. Dat lukt niet altijd. Dus dan loop ik soms een beetje achter de feiten aan. En dan moet ik dus nog gaan decoreren op het moment dat ik ook al aan de journaling toe ben voor die dag of die dagen. Maar dat vind ik niet fijn als dat zo is, want ik heb liever dat het gewoon al zo klaar ligt. En dan is het voor mij veel makkelijker om dan vervolgens ook bij te blijven met mijn journaling en mijn foto's eigenlijk. Hier heb ik een aantal dagen had ik niet meer. Als ik dacht, dan kan ik nog meer van die dagen gaan printen. Maar ik dacht, het is ook wel leuk om wat te stempelen. Daar heb ik deze voor gebruikt. Het is gewoon een stempel met... Hier kan ik alle woorden mee maken die ik wil. Dus dat is wel handig. Dus daar heb ik even nog wat dagen mee gestempeld. Oh, ik zie hier nog een hoekje. En deze zitten in die... Dat is ook van de Etsy shop. Die zit bij die trouwens, bij die nummers. Daar zitten ook deze bij. Dus die zijn ook wel leuk. Daar staat ook op The Night Before Christmas, First Day of Christmas. En die heb ik hier ook Second Day of Christmas gebruikt. En aan het begin, hier heb ik December Daily. Omdat ik het toch een soort van December Daily vind. Wat ik ga doen. Even kijken, waar was ik hier zo? Ja, deze. Dit is dus echt kerstmis. Dit wordt kerstavond. Eerste kerstdag, tweede kerstdag heb ik groot gehouden. Dat had ik eigenlijk beter anders kunnen doen, bedenk ik me nu. Want volgens mij hebben wij vooral op de 25e wat dingen staan. En de 24e met familie en zo. En de tweede vooralsnog niks. Maar goed, we zullen zien. Het wordt sowieso van begin tot eind een uitdaging. Hier heb ik ook nog een kerstman zitten. Omdat ik vind dat dat weekend van 27 en 28 december ook altijd nog wel een beetje kerstig is. Nou, hier gaan we meer richting oud en nieuw. Dit is dan oudjaarsavond. Hier, ik zie trouwens die wat ik heb gedaan met die modpotje, die glitters, dat zie ik heel goed. Ik ben benieuwd of jullie dat ook op de camera zien, maar dat is echt wel leuk dat dat her en der door mijn decembermaand verspreid zit. En dan de laatste pagina. Nou, dan ga ik nog even laten zien hoe dik hij nu is. Hij is echt dik, ja. Ik kan er niks anders van maken, jongens. Ik heb in december echt al zoveel mogelijk dagen samen gedaan en... En dus ook allemaal platte dingen gebruikt. Maar er moeten dus natuurlijk nog foto's in. En voor de rest zal ik dus vooral mijn printables gaan gebruiken voor de decoratie. En geen puffy stickers of wat dan ook. Want dat gaat hem niet worden. Ook geen dik scrapbookpapier of zo. Maar ja, de foto's die gaan nog wel wat dikte
veroorzaken. Maar hij kan nog wel iets hebben, denk ik. Dus het gaat in ieder geval lukken. Dat is in ieder geval al iets. Want ik was toen ik klaar was met oktober eigenlijk bang voor dat het niet meer zou gaan lukken. Dus en dan gaan jullie aan het, als ik hem helemaal af heb. Dus dat zal dan pas in januari ergens worden. Want jullie krijgen van deze sowieso nog de flip-through van oktober en november. Dus dan ergens in januari zal ik de flip-through doen van mijn December Daily. Oké, dat was het jongens. Tot zover. En vergeet niet te reageren als je mee wilt doen nog met de prijzen van de bingo. Zoals ik, als het goed is, eerder benoemd heb in de voice-over die ik nu nog niet gedaan heb. Dus het is af en toe een beetje terug in de tijdmachine en zo. Maar vergeet in ieder geval niet om daaronder, hieronder even op te reageren. Voor morgenavond om 8 uur heb ik gezegd. Want dan kan ik op vrijdag gaan verloten. En dan weten we in ieder geval zeker dat de bingoprijzen ook eruit zijn. En dan kunnen we dat ook afronden. En voor de rest weer een hele fijne avond, dag, week toegewenst. En tot de volgende video. Doei!